Hallo, welkom op het eerste en enige Nederlandstalige baardproducten review kanaal. Oftewel, welkom bij de Bearded Dude. Vandaag gaan we het hebben over een product van een bedrijf wat normaal gesproken wil dat je je gaat scheren. Maar deze keer willen ze dat je je baard laat groeien. Ik heb het over Kingsea Gillette. Een olie en een balm. Maar, voor we verder gaan met deze video, als jij meer wil weten over baardverzorging, baardproducten, welke baardproducten goed zijn en welke niet, hoe je welke baardproducten moet gebruiken, tips, trucs en nog veel meer andere baardgerelateerde zaken, dan is dit het moment om je hieronder te abonneren op dit kanaal. Dat is volledig gratis. Doe mij gelijk ook even een plezier en klik op het duimpje omhoog. Ik word er vrolijk van en het helpt bij het promoten van deze video. Alvast bedankt. Voor we beginnen met de review, eerst nog even dit. We hebben op dit moment over de 700 abonnees. En bij 750 abonnees hebben wij een giveaway. Dus ben je nog niet geabonneerd? Ik zou het alsnog even doen. Er valt namelijk een leuk pakket prijzen te winnen. Goed, dan gaan we nu beginnen met de review. Kingsea van Gillette. Je hoort daar veel verschillende dingen over. Sommige mensen zeggen dat dit het beste is wat ze ooit hebben gehad. En anderen vinden het helemaal niks. Ik moest natuurlijk weten hoe het werkelijk zat, dus ik heb een setje gehaald en ik ben ze gaan testen. Allereerst de olie. De olie zit mooi verpakt in een kartonnen doosje. Op het doosje staan de ingrediënten vermeld en hoe je het moet gebruiken. Als je het doosje openmaakt, komt daar het flesje uit. Flesje, een redelijk mooi oldschool etiketje erop. Baardolie. Er staat op dat het met arganolie is. Maar de ingrediënten staan op het flesje zelf niet vermeld. Wel de gebruiksaanwijzing. Het is overigens een amberkleurig glazen flesje. Met een pipetdop. Ik hou van pipetdopjes, dat weten jullie. De olie zelf is lichtgelig van kleur. En de geur is die van een cologne met een mintgeur erbovenop. Redelijk lekkere geur trouwens. Deze olie bevat overigens geen mineralenolieën en geen siliconen. Dat is een pluspunt. Wat wel opvallend is, is dat als je naar de ingrediënten kijkt, en de ingrediënten kun je weer vinden in de beschrijving hieronder, maar als je naar de ingrediënten kijkt, dat sommige olieën pas na de parfum in het flesje zitten. En hoe het werkt is, naar sterkte of naar hoeveelheid worden de producten gerangschikt die erin zitten. Dus wat als eerste vermeld staat, zit er het meeste in. Wat als laatste vermeld staat, zit er het minste in. Als je ervan uitgaat dat parfum max rond de 3-3,5% zit in zo'n flesje, dan kun je nagaan van sommige van die oliën hoe weinig erin zit. Dus die zijn er eigenlijk alleen nog maar ingedaan om ze te kunnen vermelden op het etiket. En dat vind ik een beetje jammer. Hoe voelt de olie in de baard? Eerlijk gezegd, niet slecht. Het is niet de beste olie die ik ooit gehad heb, maar ook niet de slechtste. De geur die blijft ruim voldoende hangen. En de prijs, of een lesje van 30 ml... Als je een beetje zoekt, heb je zo af en toe ergens een aanbieding, waardoor je hem misschien al voor rond de 6 euro in huis kan hebben. Dan de balm. De balm is een heel ander verhaal. Het zit in een metalen blikje. Dat is heel goed, want metaal recycled forever. Wederom hetzelfde oldschool design. Als we gaan kijken naar de ingrediënten, dan valt gelijk op. Het eerste ingrediënt is water. En het derde ingrediënt is siliconen. Dan ben ik geen fan van siliconen. Er zit één olie in en twee boters. En die staan nagenoeg onderaan in het rijtje van ingrediënten. Dus die zitten er het minste in. In mijn mening is dit dan ook geen balm.
Maar is dit eerder een leave-in conditioner? Papiertje trouwens aan de binnenkant. En dat is dus totaal verkeerd gemarket. Kijk. Dit zou dan de bal moeten zijn. Kijk hoe zacht die is. Dat is geen balm. Het is een leave-in conditioner met heel veel siliconen. Ik hou niet van siliconen. Het geeft voor mij geen enkele meerwaarde voor een balm. Dit is geen balm. Het is een leave-in conditioner. Het is totaal verkeerd gemarket. En ik hoop eerlijk gezegd dat King C. Gillette dit ziet. Oftewel Procter & Gamble. Als je een balm wil maken, boters, wassen en wat olie. Maar geen siliconen, water en andere chemische rommel. Ik heb de balm overigens één keer in de baard gehad en ik heb hem gewoon weer moeten uitwassen. Zo onprettig vond ik het. Zoals jullie weten test ik elk product op 10 punten. Daarin kunnen ze goed, gemiddeld of slecht scoren. Oftewel 1 punt, een half punt en 0 punt. Die punten die tel ik bij elkaar op en daar komt een eindscore uit. En mijn eindscore voor King C. Gillette voor de olie is 6,5 en voor de balm een 4,5. Dit was hem weer voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Mijn naam is Felix en ik ben de Bearded Dude.